De motorsurveillancedienst en het verkeershandhavingsteam van de politie hebben gisteren verkeersacties gehouden. Op twee verschillende locaties zijn automobilisten gecontroleerd op hun bescheiden. Het was duidelijk dat de automobilisten verrast waren met de verkeerscontrole. Het was een drukte van je welste bij de tafel waar verkeersovertreders hun boete moesten betalen. Politie-inspecteur Dennis O'Brien legt uit wat de controle precies inhield. We zijn bezig te controleren naar bescheiden van het voertuig. Althans van de bestuurder, hij heeft zijn rijbewijs bij zich. Kentekenplaat op het voertuig bevestigd. Rijdt men met donkere ruit, althans voor ruit. Helemaal getint, dat mag niet. Volgens de wet mag dat niet. Moet 75% licht doorlaten. Een balk van 15 centimeter mag wel. Maar als het helemaal getint is, gaat hij het moeten verwijderen ter plaatse. Hij krijgt de boete van 500 SRD. En u zegt de persoon krijgt een boete. Zijn er wel boetes uitgeschreven voor de middag op deze locatie? Nou, zoals u ziet, is de tafel druk. De collega's daar zijn bezig te schrijven. Ik denk wel dat er boetes zijn uitgeschreven, maar zo precies weet ik het niet, want ik heb nog niet gecheckt. Maar ik denk wel dat er wel boetes zijn uitgeschreven. Inspecteur O'Brien geeft verder aan dat de meeste mensen beboet zijn omdat hun voertuig niet was verzekerd. Deelnemen aan het verkeer zonder dat de auto verzekerd is, mag absoluut niet. Die mevrouw, haar voertuig is niet verzekerd. En ze geeft aan, ze heeft niet opgelet. En ze moet haar moeder dringend naar de dochter brengen. Maar als het voertuig niet verzekerd is, kan je niet deelnemen op de openbare weg. Zonder verzekering. Want zij voor je maakt de aanrijding, wie gaat de schade dekken van de tegenpartij? Ga je zelf moeten doen. Dus ze gaat naar een verzekeringsmaatschappij moeten gaan. Om haar voertuig te verzekeren. Of ze moet een sleepwagen inhuren. Om het voertuig weg te slepen van hier. Maar op de openbare weg, althans aan het verkeer die nemen, mag ze niet meer. Althans voor vandaag niet. Tenzij het voertuig verzekerd is, mag dat wel. Wat zijn de bedragen voor rijden zonder rijbewijs, rijden zonder keuring, rijden zonder verzekering? Kent u ze uit het hoek? Bepaalde van ze zijn mis voorkomen. Rijden zonder rijbewijs is 750 SRD. Verzekering, 500 hangt af van het voertuig. Als het allemaal terug gaat, is het 1000 SRD. Als je voertuig niet verzekerd en niet gekeurd is het 150. Als je voor kentekenplaat niet bevestigd is, is het 50 SRD. Als je geen gordel om hebt, is het 75 SRD. Als je handmatig bezig bent, te bellen in het verkeer, is het 100 SRD. En de meest voorkomende overtredingen die we constateren in het verkeer. De politie kan digitaal nagaan of mensen nog niet betaalde boetes hebben. Als dat tijdens een controle wordt geconstateerd, kan de boete ter plekke betaald worden. In het ergste geval kan de overtreder in hechtenis worden genomen.